Ja, dank u wel, voorzitter. Collega Calvo, het verbaast mij niet dat het argument van die democratische legitimiteit van deze regering, dat u dat geen argument vindt. U zegt dat dat op u geen indruk maakt, maar de Vlamingen, heel veel Vlamingen, die op 26 mei 2019 nog nooit zo Vlaams en rechts gestemd hebben, op hen maakt dat wel indruk dat er geen Vlaamse meerderheid is in deze regering. Zij stemmen elke keer opnieuw Vlaamser, rechtser en zij krijgen elke keer opnieuw een door linkse, francofone partijen bepaalde beleid dat totaal tegen het signaal ingaat dat zij met de verkiezingen hebben gegeven. Dus dat het op u geen indruk maakt, dat maakt geen indruk op die kiezer. Die kiezer ligt daar wel wakker van. Twee, wat u staatshervorming betreft. U vertrok liever van een wit blad. Nu, wat het gebrek aan resultaatsverbintenis in dit regeerakkoord betreft, scheelt het eigenlijk niet zo heel veel. Ik heb twee concrete vragen voor u. Er wordt een democratisch debat voorzien over de staatshervorming. Dat is wat wel in het regeerakkoord staat. Een debat met de burger, met middenveld, academici, noem maar op. Maar ook een dialoog met de politieke vertegenwoordigers. En dan is mijn vraag, verbindend als u bent en als u zichzelf altijd voorstelt, welke politieke vertegenwoordigers dat gaan zijn? Zijn dat alleen de meerderheidspartijen of zullen dat ook de oppositiepartijen zijn? Het lijkt mij wijselijk om daar de oppositiepartijen bij te betrekken. Want als het uw menens is om naar een staatshervorming te gaan, dan zal u toch naar 2/3 meerderheden moeten werken. Tweede vraag die ik mij stel, is wat de concrete afspraken betreft. U zegt dat er artikel 195 zal op de lijst staan, maar dat is de lijst die de regering gaat maken van voor herziening vatbaar verklaren artikelen. Wat ik van u wil weten, is of er afspraken zijn gemaakt tussen die regeringspartijen om die lijst ook effectief te stemmen in Kamer en Senaat, om die in het Belgisch Staatsblad te publiceren. Die concrete afspraken staan niet in het regeerakkoord. Maar zonder die essentiële elementen gaan die artikelen nooit voor herziening vatbaar verklaard worden. Dus een heel concrete vraag, zijn daar afspraken over gemaakt? Want als die er niet zijn, dan is het op voorhand al een lege doos.